Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik ben Lotte en welkom op mijn kanaal. En vandaag heb ik dus een shoplog voor jullie. En dat is van heel veel verschillende winkels. En vergeet vooral niet deze video een duimpje omhoog te geven als je hem natuurlijk leuk vond. En te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet had gedaan. En ja, laten we maar snel beginnen met de video. Het eerste begin ik bij de winkel The New Yorker. Daar heb ik 2 kledingstukken gekocht, maar 1... kledingstuk zit in de was. Dus dat betekent dat ik 1 kledingstuk laat zien. En het item dat dus in de was zit, is een wit shirtje. En dat heeft dan hier zo'n vakje zitten. En het is niet heel erg bijzonder of zo. Het is gewoon wit shirtje en hier een vakje. En dan is het tweede item dat ik heb gekocht een cool shirtje. Ik weet echt niet meer hoeveel die kostte. Maar hij was in ieder geval heel erg goedkoop. Onder de 10 euro. En ik ben er heel erg blij mee. Het volgende kledingstuk heb ik bij de H&M gekocht. Het is een legergroene trui. En hij is wel een beetje wollig. Maar hij kriebelt echt totaal niet. Hij zit gewoon heel erg lekker. En deze is dus van de H&M. En dan heb ik ook gekocht bij Levi's. Dat is een, dat is iets van een winkel. En daar heb ik dit shirtje gekocht. En hij is grijs met zwart, omdat ik zie echt iedereen lopen in zo'n rood met witte. Maar ik dacht, ja, doe wel even iets anders. Meer winterachtig. En dan heb ik dus een grijze gekocht. Ik ben er heel erg blij mee. En ik ben ook blij dat het me paste, want ik had het online besteld. Het volgende item dat ik heb gekocht is oud. Is niet voor gewoon normale kleding. Dit is gewoon voor sporten. Voor volleyballen of voor gym of zo. En dit is een Nike sporthemdje. Het gaat niet snel kapot. Dus daar kan ik lekker lang mee doen. En het zit gewoon heel erg lekker. Dus daarom heb ik hem gekocht. Het volgende item heb ik bij de Only gekocht. En dat is meer voor de zomer. Het is misschien heel erg raar. Maar ik kon hem echt niet laten liggen. En dan doe ik hem gewoon aan op feestjes. Of ik doe er mijn zwarte jasje overheen. En dat is deze. Ik vond hem dus zo leuk. Hij was leuk gestreept. En ik hou van streepjes. En hij heeft een hals met touwtjes. Ja. Nou, dit is het dus. En hij stond me ook leuk. Dus ik dacht, ik neem hem gewoon. Het volgende item is van de Calvin Klein. En dat is dus dit shirtje. Hij is lekker breed en lekker wijd. Maar dat vind ik ook wel erg leuk. Song.